Soms moet je de magie van lucht laten dansen met je gerechten en je smaakpapillen betoveren, maar lukt dat ook voor Chris en Marcel? Dansen, dansen. Mixers. Een stoomoven? Steampot. Ah, een hete luchtoven. Zo zou je het ook kunnen noemen, maar eigenlijk zoeken we... Een airfryer. Daar heb ik al eens reclame van gezien, ja. Vandaag bij de testers. De airfryer. De meeslepende reis naar culinaire perfectie. Alles goed? Oh, zeg, dank u. Oh, dank u. Mooi. Merci, hè. Zo. Nu wordt het spannend. Het is een beetje een experiment. Het zijn airfryer frietjes. Ik heb het nog nooit gemaakt. Ik heb een nieuwe airfryer. Dus hopen dat het lukt, hè. Ja, ik had eigenlijk eerst de gebruiksaanwijzing moeten lezen. Hoeveel minuten? Ah, 8 minuten. Ik dacht dat hij al lang aan het opwarmen was of dat hij al lang aan het bakken was, maar dat was dus niet het geval. Ik had hem nog zelfs niet opgezet. Maar ik ben sowieso heel onhandig met elektrische toestellen. Ja, dat is gelukt. En de tijd? 8 minuten. Voilà. De bediening was uiteindelijk doodsimpel. Instellen van de temperatuur die je nodig hebt, de tijd en... Laat maar lopen. Ah. Hier zijn de lang verwachte frietjes. Chris? Encore longtemps, moi, les prochaines frites, tu... Nog 3 minuten. Tu veux de l'aide, peut-être? 3 minuten, oké. Die eerste lading frieten... Ik durfde er ook niet heel veel in doen, maar dat bleek echt veel te weinig voor 5 personen. Voor kleine families, koppels, ideaal. Dat ziet er niet slecht uit. Omdat er zo over de airfryer wordt gesproken, dacht ik, ik zou toch eens de test doen tussen eenvoudig frietjes en de frietjes die ik haal in de frituur. Want die zijn super lekker. Nu de lievelingsfrietjes van de frituur. Iets minder krokant, maar frieten van de frituur, altijd lekker. Het is misschien wel gezonder dan frieten uit een gewone friteuze, maar gezonder betekent niet gezond, hè. Daarmee sla je de nagel op de kop, Chris. En net zoals bij het hameren, steken we bij testaankoop ook onze neuzen diep in de friteuze om te ontrafelen waar jullie centjes het meest op hun gemak zijn. Ontdek de pros en cons van de airfryer, maar nog zoveel meer via onze website testaankoop.be.